YouTube, daar zijn we weer. We zijn bij Sebas voor de deur. Ik moest hem even ophalen. Gaat hij zometeen bij mij achterop en dan gaan we richting Bart en Mink en Daan en dan gaan we even een stukje rijden met ze allen. Sebas heeft alleen nog geen motor, dus die gaat bij mij achterop zitten. Maar Mink heeft nu een motor, Daan heeft een motor, Bart heeft een motor. Dus we gaan even knallen met z'n allen. En ik ga het een beetje filmen met de GoPro. Dus ja, jullie gaan het wel zien. Ik zet de GoPro nog even uit en dan als we daar zijn, dan zet ik hem weer aan. Zo. Let's go. Ja, we gaan vloggen. Ja, ik ga even vloggen, man. Nee, ik heb een interne, dat is ook een mic. Maar ik heb nu een mic in mijn helm zitten. Met een AUX kabeltje. Dat is mijn oude motor, kijkers. Ja, die ketting die hangt helemaal slap. Die ketting hangt helemaal slap, hè? Even wachten. Ik vind het wel echt een dikke motor, hoor. Ja, die ouwe. Hé, wat rij je op een dikke motor, man? Ja, een beetje los nu. Hij is een beetje los, maar hij is wel dik. Ja. Ik vind dit wel veel rijden. Die andere motor mooi in de stad. Ja, ik wil die ook niet afdraaien. Ik wil heel rustig rijden. We gaan hem wel ophalen, toch? Je mag alleen niet daar binnen door, toch? Huh? Je mag niet binnen door, toch? Die flitser. Klinkt wel dik. Hij klinkt wel goed. Ja hoor. Hij klinkt wel goed. Hij klinkt wel dikker dan die van mij. Maar ja, even voor de video, als je dus nog niet had gehoord, of ik weet niet of ik het had verteld, maar Mink die rijdt dus op mijn oude motor. Alleen de ketting is helemaal slap. Moet een nieuwe ketting set op. Dus hij kan ook niet strakker, zeg maar. Dus om die reden haalt hij even een andere motor op die zijn pa heeft gekocht. Dat is eigenlijk zijn motor nu voor de komende 4 maanden. Kunnen we toch even een stuk rijden. Daar zijn we. Dikke motors in de tuin. Dit is van Bart. Hier staan die 2 motors. Hoppa, dat is wel dik, hoor. Gezien. Dat moet je gewend zijn.
Opa! Dat is niet zo. Niet zo? Ja, hij is wel... Ja. Hij past het toch ook mooi aan. Weet je, ik denk dat niemand van ons deze motor nou echt zou kopen. Nee. Maar hij is wel leuk. Hij is wel leuk om te hebben. Ja, hij is wel leuk. Ja, hij moet net zo. Zo! Ik vind Minka grappig op dat ding, man. Nou, het is file. Het was ook niet een hele slimme tijd om nu te gaan rijden eigenlijk, maar ja. We moesten nog tanken, we moesten nog motor wisselen en zo, dus het duurde allemaal wat langer. Ik hoop wel dat ze hier tussendoor gaan. We doen even volgens mij een rondje langs de Amstel of zoiets, hadden ze het over. Kijken waar Mink is. Ik weet niet of Mink ons bij kan houden. Hoewel we maar 70 rijden. Nee, geintje. Gaan we schuilen? Let's go! Ik ben op de Honda SLR 650. Dit zit wel heel chill hoor. Lekker rechtop. Dat klinkt gewoon prrrr. Beetje een naaimachientje. Maar ja, wel een leuk ding hoor. Ik vind het wel lekker. Ik hou wel van een beetje rechtop zitten. Dik. Er zitten wel wat spinnenwebben op. Dit is dus een A2 motor. Dus het is natuurlijk niet te vergelijken met een MT-09. Maar ik heb ook een A2 motor gehad. Dat is die ene waar Mink net op zat. Suzuki Bandit 600. Maar het is gewoon een hele andere manier van rijden dit. Maar ik vind het wel heel lekker. Het is lekker speels, relaxed, rechtop zitten, makkelijk in de stad denk ik ook. Maar vermogen niet, maar ja, wil je dat op zo'n motor? Hiermee wil je ook gewoon chillen volgens mij. Ik vind hem leuk hoor. Dik. Het zit ook echt lekker. Misschien laat ik Sebas zo meteen wel even op mijn motor rijden. Gewoon voor de funsies. Zit hier dan ook een choke op?
wel een beetje iets harder te regenen. Maar ja, hebben. We gaan even schuilen. Oh, die heuveltjes of die dingetjes, dat die ook goed hoor. Leuk hoor. Ja. En, hoe heet dat? Ja, ik vind hem leuk. Ik vind hem ook vooral. Ja, leuk voor in de stad en zo. Lekker makkelijk rechtop. Zeker. Ik vind het echt leuk. Staat die show nou nu nog aan? Want ik zat hiermee te... Ja, ik zat ermee te vogelen, maar ik dacht, ik zet hem niet helemaal uit, want misschien gaat hij dan uit. Maar ja, we moeten zomaar kijken. Ik reed hier dus net ook met die motor van Mink. Tuk, 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 tuk. Het is meer een brommer dan een motor hoor, die van Mink. Ja, rijdt anders dan mijne. Hij heeft minder vermogen. Maar hij is wel heel lekker. Ik vind het wel heel lekker om op te rijden. Ja, ik vind dat super chill. Ja, ik vind dat echt super chill. En die heuveltjes zijn lekker op dat ding, hè? Ja. Lekker zacht, zo. Bart, die krijgt dus een helemaal natte rug van al dat water van zijn achterwiel. Ik krijg dat normaal gesproken ook, maar ik heb vandaag mijn spatbord meegenomen. Het is pas. Ik maak de hele tijd die lens weer een beetje droog. Want het zou jammer zijn als er... regendruppel net voor de lens zat als een cool shot kwam. Nou jongens, we hebben change of plans. Dat doen we wel eens. Dus we zouden eerst nog echt een end gaan rijden langs de Amstel en weet ik veel wat naar Utrecht of zo. Maar nu heeft Mink honger. En we hebben allemaal wel honger eigenlijk. Dus nu gaan we naar Verdi Friday. Peace ouwe. Verdi Friday. In Oost gaan we heen. Kan je loaded fries en zo eten. Is wel lekker. En dan gaan we vanaf daar binnen door de stad. Richting huis. Dat is misschien wel leuk, dan ga ik daar wel weer even filmen. Ja, dus niet zoveel te zeggen deze vlog. Ik heb ook geen cardo systeem dat ik met hun kan lullen. Dus ik heb geen idee waar zij het over hebben. Maar ja, we zijn ook oprecht gewoon misschien een half uurtje aan het rijden. Maar voor de rest was het gewoon een beetje kloten. Motor halen, tanken. Stilstaan voor de regen. Waar gaan we naartoe? Gaan we hierheen? Nee, ik heb honger. Ja, zo gaat die hele dag dus. Maar ja. We kunnen lekker even wat eten. Misschien kan ik nog wat mooie shots maken onderweg. Dat ze zo aan het rijden zijn. En dan... dus weer door de stad terug. Ik ben wel benieuwd hoe die KTM van Bart klinkt in de stad. Dat is natuurlijk wel een beest. Maar ja, mijn nieuwe banden rijden is goed. Dat is zo'n groot verschil, nieuwe banden. En ja, dat hebben ze goed gedaan. Dat was bij Umer Wheels. Op de Osdorperweg. Het is wel een aanrader. Ze hebben een leuk prijsje voor me gemaakt. Dus het is... Dat was fijn. Het enige nadeel was dat toen ik er kwam, dat die jongen zei van nou,
je kettingset hoeft nog niet. Terwijl ik dacht dat die wel moest, maar ja. Weet je, ga iemand zijn werk ook niet beter proberen te doen. Dus ik zei van, nou, doe dan maar niet. Dan doe je gewoon alleen die banden. En toen kwam ik terug om hem op te halen. En toen was er dus een andere jongen. En die zei van, ja, hey, je boter is klaar. Nieuwe banden zitten erop. Ja, helemaal top. Voor de rest was hij goed. Alleen, je ketting is er wel echt op zijn laatste Latijn. Toen dacht ik, ja, maar gast, dan had je ook gelijk die ketting wel kunnen doen als dat achterwiel er toch uit was. Dat is een beetje balen, maar goed. Kijk, eentjes. Mini eentjes. Schattig. Is er weer iets met zijn motor of zo? Je knie. What the fuck? Huh? Super raar. Er is iets tegen zijn knipperlicht aangevlogen. Heb je het? Ik heb helemaal niks. Nou, kom, dan gaan we door. Maar ga je dit gewoon laten hangen of wil je het dan eraf trekken? Hé, hey, Bart. Wat heb jij een mooie motorbroek aan, man? Ik neem wat een beetje van jouw stijl over. Nou, Sebas, als je dit mag kiezen. Als je mag kiezen, welke motor zou jij nou nemen? Ik zou het al weten. Die nemen, verkopen, 4 van 3 jaar. Nee, je mag niet verkopen, je mag het alleen maar rijden. Deze? Ja. De oranje piece. Van sexy. Als er een nieuwe MT-09 zou staan, zou ik die denk ik kiezen. Boven dit. Ja, nieuwe MT-09. Ja. Is het gelukt? Hey, duct tape voor de win. Duct tape voor de zo dan! Tuning. Hey, het matcht wel, man. Het matcht met alles. Kom, want ik heb echt zoveel honger. Mink aan het chillen. Lachen. Ja, territorium. Nou, Amsterdam Oost, Oosterpark. MT-07 gangster. We zijn bijna bij Freddy Friday. Dus zometeen daar rechts om de hoek. Dit is een beetje los. Ik weet het. Het is een beetje hi, ik kom links. Ik doe even een rondje op die KTM van Bart. 1290 Super Duke en zo. Hij klinkt wat dik.
Ik zit hier langs dus, achter een soort opa te rijden, dus ik kan niet even. Hier moet ik eigenlijk even langs. Maar hij zit heel hoog. Echt heel hoog. Maar voor de rest rijdt hij wel echt smooth. Super lekker. Twee cilinder. Klinkt wel echt dik. Ze zeiden rij even een rondje, maar volgens mij ben ik nu gewoon al 5 minuten dezelfde kant op aan het rijden. Zo, doen we hier even een U-turn. Dik. Hij zit wel wat meer naar voren dan mijn MT-09. Hij heeft wel power, ja. En hij gromt zo lekker. Er zit wel alles op, gear indicator, benzine, temperatuur, tijd, in street mode staat hij nu. Grip 1, heated grip, drive mod, fuel range, oil temp. En hij is hoog van de vloer. Hij is, ik weet niet of die, of de, hoe heet het, de ground clearance dan ook hoog is. Maar je voeten moeten in ieder geval echt ver naar beneden om de grond aan te raken. Hij is dik hoor. Hij is hoger dan die van mij. Maar hij rijdt wel heel smooth.